Ik heet Chanel Vyent. Ik ben 22 jaar en ik ben opgegroeid in Rotterdam. Thema's waar ik dagelijks mee bezig ben, staan in connectie tot wie ik ben in mijn artistieke vorm, maar vooral gewoon als mens op aarde. Misschien te zweverig of niet, maar ik zie het dus zo. Als jij in het dagelijks leven open durft te blijven om te groeien als individu, dan verrijkt dat jou ook in je creativiteit als kunstenaar. Wie ik ben als mens reflecteert zich terug in mijn dans. Dans heeft voor mij altijd een centrale rol gespeeld in het vormgeven van mijn identiteit. Vanaf jongs af aan heeft het mij op plekken kunnen brengen die mij hebben laten inzien wat mijn kracht als individu kan betekenen. Als ik dans, voel ik een ultieme toewijding aan de liefde die ik heb voor deze vorm van mijn zijn. Ik focus me op de verschillende kleuren die ik te bieden heb in het hier en nu. Tijd ervaar ik dan als een illusie. Het biedt voor mij de kans om te transformeren naar zoveel verschillende versies van wie ik kan en mag zijn. Ik ervaar het als een onuitputtelijke bron van mijn energie en kracht. Een bron waar ik me totaal aan durf over te geven. Door mezelf te zijn in mijn dans, hoop ik dat mensen geïnspireerd raken om hun eigen kleuren en mogelijkheden te onderzoeken, hun hart te volgen en hun eigen kracht te waarderen. Wat ik wil zeggen is, jij bent de norm van wie je wilt en kan zijn. Met dans creëer ik mijn eigen ultieme vrijheid. Vandaag ben ik nog steeds nieuwsgierig naar wie ik ben en waar ik wil zijn. De zoektocht naar mezelf stopt nooit. Dansen houdt me in het moment en laat me genieten van waar ik ben. Mijn naam is Evelyn, maar veel mensen kennen mij onder mijn bijnaam Evelyn. Ik ben 28 jaar, woon in Rotterdam en ik zie mezelf meer dan alleen een danseres. Ik ben ook dansdocent en ik geef al jarenlang met veel plezier les. Maar creëren ligt ook weer dicht bij mijn hart. Daar kan ik echt mijn creativiteit in kwijt. Als ik een choreografie laat uitvoeren door goede dansers en ik mijn visie tot leven zie komen, ontstaat er een bepaald gevoel. Ik kan het moeilijk beschrijven, maar het gaat dieper dan alleen geluk. Een bepaalde trotsheid, blijheid, daar kan ik het beste mee vergelijken. Mijn kracht is dat ik een soort van chameleon ben. Ik vind het moeilijk om mezelf in een bepaald hokje te plaatsen. Ik kan mezelf namelijk vinden in de hip-hop kant, waar ik ook veel in lesgeef. Maar ik heb ook weer ervaring in het commerciële werkveld. Zo is zingen ook iets nieuws wat ik heb ontwikkeld de afgelopen 2 jaar. Maar ik verlies nooit mijn eigen identiteit. Ik ben een persoon met een sterke persoonlijkheid en heel veel positieve energie. Ik hou ervan om mensen te entertainen en tegelijkertijd ook zelf ervan te genieten. Ik denk dat je gewoon dingen moet doen die goed voelen en werken voor jou als individueel. Geen hokjes, labels, beperkingen, maar veelzijdig, gevarieerd en open. Dat werkt voor mij in ieder geval het beste. Hey Evelyn, ik vraag me af hoe jij in je eigen woorden performance art zou beschrijven. Performance art vind ik een breed begrip. Het betekent het delen van jouw passie, werk of product. Bijvoorbeeld als een danseres, acteur of kunstenaar die zijn of haar passie met anderen deelt. Het kan op een podium zijn, maar ook gewoon ergens op straat of zelfs in een woonkamer. Het kan met verschillende intenties zijn, bijvoorbeeld om een bepaalde energie of boodschap over te dragen aan het publiek, of om mensen te shockeren en een statement te maken. Of gewoon puur als entertainment en mensen een leuke avond te bezorgen. Hoe jij jouw performance art invult, dat is volledig aan die persoon zelf. Dus Chanel, wat betekent performance art voor jou? Ik denk dat het doel van performance art voor mij vele betekenissen heeft. Grotendeels denk ik dat performance art onder andere als spiegel dient voor de maatschappij en mens van vandaag. De toekomst van gisteren heeft een harde klap te verduren aangezien alle afgelopen gebeurtenissen. Maar ik probeer de toekomst van vandaag niet somber in te zien en blijf hopen. Kunst speelt voor mij een belangrijke rol in het raken van bepaalde vlakken die actueel zijn voor vandaag de dag. Dans dient voor mij als een verlichting om te balanceren tussen al het goede en slechte in de wereld. Ik hoop dat dans voor mij kan spreken, zodanig dat ik daar anderen mee kan inspireren om ook te blijven hopen en zich lichter te laten voelen.
Het performen op verschillende platforms zoals in het theater, video's of zoals nu in het museum biedt mij en vele anderen verschillende kansen om te delen met de wereld hoe wij ons bewegen in de maatschappij van nu. Voel je je kwetsbaar? Of juist krachtig tijdens een performance? Ik geloof dat kwetsbaarheid en kracht hand in hand gaan met elkaar. Om jezelf kwetsbaar te durven opstellen heb je juist veel moed nodig. En jezelf te durven laten zien in je meest krachtigste vorm is jezelf helemaal blootstellen. Als ik perform, voel ik beide elementen sterk aanwezig. Ik voel dat ze me samen versterken in mijn focus en doel. Ik snap precies wat je bedoelt. Ik denk dat ik altijd wel een beetje beide voel. Vooral als de performance net begint, ben ik heel bewust dat ik voor het publiek sta. Maar op het moment dat de muziek aangaat en ik weet dat het heel erg cheesy klinkt, valt alles opeens weg. Dan is het gewoon puur gaan en genieten van het moment.